Bent u ook al zo opgelucht dat de rennende rukker is opgepakt? Vraagt Diddy van der Wart uit Almelo zich af. Nee, maar het was langzamerhand wel een fenomeen geworden. Ja. En dat heldhaftige meisje, dat had hem ontdekt. En zo'n jongen van de Lidl is dan één dag de held van Nederland, hè? Ja, die heeft hem gepakt, hè? Ja. Het bleek trouwens een Poolse zwerver te zijn, hè? Het is wel een beetje een sneu verhaal uiteindelijk. Nou ja, dat heb je als je Poolse schilders binnenhaalt. Dat hangt je dan boven het hoofd, hè? Dat ze ook... Dat is een trekje aan geven. Het schijnt best nog wel heel wat voeten in de aarde gehad hebben voordat ze die gozer hebben gevangen, hè? Want? Nou ja, die rennen natuurlijk achter hem aan. En hij liep natuurlijk zo. En toen liep er een hand in de lucht. Nee, twee handen. Ja, dat heeft hij niet gedaan, twee handen. Twee handen ging niet. Nee. Twee handen ging niet. Nee. Ja. Nee, maar het is wel een vreemde afwijking. Wij, ja, als je hier al jaren aan tafel zit, is er een steekje aan je los. Ja, maar om nou rennen te rukken, dat is nog nooit in me opgekomen. Nee. Volgens mij is er niet veel veranderd, Wilfried. Nee, het zijn een totaal ander programma te zijn dit. Maar ja, ik hoorde net dat de tune anders was, Diddy. Je speelt iets anders nu, of niet? Ja. Ja, ik moest echt even wennen. Ik denk, waar zit ik nou in godsnaam? Het is dus wel hetzelfde programma gewoon. Schijnbaar wel. Aan het niveau af te meten wel, ja. Ja.